Vleeshuis van Gent maakte vorige week ook deel uit van de kerstmarkt, maar dan wel op een bijzondere manier. Naast de streekproducten die er dagelijks worden aangeboden door de Economische Raad van Oost-Vlaanderen, waren er ook talrijke mini-ondernemingen aanwezig. Laatstejaarsstudenten uit verschillende middelbare scholen konden er hun producten aan het grote publiek voorstellen. We zijn de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen en wij stimuleren het ondernemerschap in onze provincie. Dus er zijn heel wat ondernemingen, maar met de vergrijzing van de bevolking onder meer worden er heel wat bedrijven stopgezet. En we hebben dus altijd nood aan vers ondernemersbloed. Vandaar dat wij trachten om eigenlijk jonge mensen warm te maken voor ondernemerschap. En een van de initiatieven die wij nemen is deze kerstmarkt mini-ondernemingen. Dus het is zo dat wij in samenwerking met Vlaio, de Vlaamse Jonge Ondernemingen, en VOCA Kamer van Koophandel ondersteunen wij het project mini-ondernemingen. En een van de initiatieven is de kerstmarkt vandaag. Voor de studenten is het een unieke ervaring om in het Vleeshuis te staan. Zo staan ze niet alleen in het centrum van een stad als Gent, maar ze staan er ook tijdens de kerstmarkt. We vinden het eigenlijk fantastisch dat de provincie ons dat aanbiedt. Die kans, het is een enorme kans dat wij dat mogen doen eigenlijk. Dat ik hier buiten de school is eigenlijk, buiten onze vaste omgeving, zomer gaan met ons streken. Dus dat we een keer in Gent staan, dat onze producten sterk gemotiveerd worden. Het is wel een heel leerrijke opdracht, zo toe ook qua teamwork. Je leert echt wel de mensen kennen en je sociale contacten verruimen wel. Je leert wel heel veel. Als je zoiets doet, krijg je natuurlijk direct zin in ondernemen. Zo'n leuk publiek en het goede klantencontact, het geeft ons helemaal een goed gevoel. Dankjewel. Het is een hele goede ervaring, vind ik persoonlijk, voor degene die later dat als beroep willen doen. Ik vind dat een hele goede ervaring, dat is ervaring opdoen immers. En ik vind het ook goed zodat we eruit leren, snap je? Dat we nu, als we dan fouten maken, het is niet echt serieus, we hebben niet veel te verliezen. En het is ook leuk eigenlijk, leerrijk, interessant vooral. Naast de kerstmarkt van mini-ondernemingen organiseert de Economische Raad van Oost-Vlaanderen ook een toneelvoorstelling om jongeren warm te maken voor het ondernemerschap. Om het ondernemerschap te stimuleren, willen we eigenlijk jongeren warm maken om ondernemend te zijn. En een ander initiatief dat wij nemen is de toneelvoorstelling Eureka, ik onderneem. Dat is een nieuwe toneelvoorstelling die wij hebben laten ontwikkelen door studenten voor studenten. En wij gaan daarmee opnieuw naar Oost-Vlaamse middelbare scholen. De boodschap die we daar willen overbrengen is ook geloof in jezelf, maak iets van je leven. Wees ondernemend, maar ook in de ruime zin van het woord. Na honderden bezoekers kan niet alleen de Economische Raad van Oost-Vlaanderen, maar ook een heleboel jonge ondernemers van een ware succesdag spreken. Wil je weten waar de Economische Raad van Oost-Vlaanderen nog mee bezig is? Surf dan naar www.erof.be.